allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Zoals jullie hier zien heb ik allemaal pakketjes van Temu, als je het zo uitspreekt. Misschien hebben jullie het wel voorbij gekomen op TikTok, maar ik zag het ineens en die app is ineens een heel ding. Het is een soort van Shein, AliExpress-achtige app. En omdat het dus net nieuw is, hebben ze allemaal acties, tenminste volgens mij werkt het zo, waardoor je gewoon heel veel spullen, heel veel gratis kunt winnen. En ik ga ook in deze video laten zien hoe je dat kan doen. Maar allereerst ga ik natuurlijk dit allemaal unboxen, want ik heb het dus ook gewoon echt binnengekregen. En één bestelling is ook eentje van 40 euro die ik ook had gewonnen met een of ander rad waar je aan kon draaien. Daar gaan we, het eerste pakketje. Oké. Een automatische krultang of zo is dit. Een camera. Je leest toch wel de tote bag. Dan is dit zeg maar een soort van neppen ervan. Een pyjama. Oké. Ja, je had zeg maar bij die gratis acties kun je iedere keer twee dingen kiezen. En daar kan je niet uit de hele site kiezen. Maar toen ik die bestelling dus kon doen voor 40 euro heb ik echt over de hele site gescrolld. Dit zijn allemaal dingen die je bij die gratis acties zeg maar kan uitzoeken. Kijk hoe schattig dit is. Trouwens, als jullie iets rood hier zien in mijn oog. Dat is een of andere bloeduitstorting. Dus niet te denken dat dit heel erg is. Dus het doet geen pijn of zo. Maar dat is een ader of zo gesprongen. Maar dat gaat na een paar dagen wel weer weg. Besef, ik heb gewoon een gratis camera gewoon, hè. Dit is ook gewoon echt, ik weet niet wat voor merk, het heeft geen merk. Het lijkt gewoon op Canon heel erg. Maar SD-kaartje zit er ook bij. En hier dan gewoon de batterij. Straks gaat dit ontploffen of zo. Ik ben wel een beetje bang, hoor. Ja, en hier zit het in. Oké. Het voelt wel heel licht, hoor. Dit gaat even satisfying. Oké, jongens, het moment van de waarheid. Gaat dit aan? Ja, het gaat aan. Oh. Dit is gewoon goede kwaliteit, serieus. Wacht, jullie moeten even. Ik denk dat dit niet. Maar ik vind het heel. Dit is serieus gewoon goede kwaliteit. De lens kan er niet eens uit. Volgens mij is dit het gewoon. Oh, hij heeft een foto gemaakt. Oké, nou loopt hij vast. Hij is uit. Oké, nou, misschien dat we dit later nog even proberen. Dan gaan we nu door. Nou, ik ga wel het tasje nu even openmaken. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dit is gewoon een handtas. Kijk, hoe leuk. Dit zijn echt hele dure tassen. Volgens mij, ja, dit is natuurlijk heel nep, maar weet je, het is wel leuk. En die zijn volgens mij ook wat groter. Dus ik weet niet of ze in het echt ook in deze maat hebt. Het ruikt ook niet raar. Het ruikt gewoon naar nieuw, gewoon naar de winkel of zo. Het ruikt niet naar een rare AliExpress geur. Ja, je kan hem ook zonder dat koortje doen, maar je kan hem natuurlijk ook zo gewoon eraan doen. Ik ga het denk ik niet zo dragen als ik het draag, maar ik denk gewoon zo. En dan dat kort eraf. Dan ben ik wel heel benieuwd naar deze automatische, ja, krultang. Ik durf het ook bijna niet uit te testen op mijn haar. Straks gaat het helemaal verbranden of zo. Ja, mijn haar is toch al dood. Oh, die clipjes. Dit had ik serieus echt nodig. Dan kan je je haar zo opzij als je make-up gaat doen. Hij is ook, hij lijkt echt op de Dyson ook gewoon. Maar wat is hier de bedoeling van? Nou, misschien gaat het straks ontploffen. Dan komen we er ook achter. Oké, het licht is nu een beetje slechter. Maar ik heb hier een stopcontact. Oh, ik durf dat niet hoor. Oh, dit is gewoon, hij is gewoon aan het opladen nu. Oh, maar volgens mij hoef je hem helemaal niet in het stopcontact. Want hij is nu gewoon al aan het. Oh, hij moet hier aan. Oké. Ik vind het zo eng. Het is straks ontploft dit. Oh, je ziet ook een heel schermpje helemaal met. Hoe moet het? Hier erin. Ik denk dat dit de bedoeling is. Oh, er gaat ook een. Oh, en nu is hij aan het aftellen van 10 naar 0. Oh, ik moet wel aan, denk ik. Ja. Oh, het werkt. Oké, je doet het dus. Ja, het is wel een beetje onhandig natuurlijk met lang haar. Maar je doet het hier erin. Dan zet je hem aan. En dan zuigt hij het erin. Ja, je hoort hem aftellen. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar... En dan piept hij volgens mij, denk ik. En dan... Ja. Oké, als je dit echt even goed doet, dan werkt dit gewoon. Oké, ik ga hem nu weer uitzetten. Dat heb ik gewoon ingedrukt. De pyjama. Ja, ik ga die dan nog niet even nu aantrekken. Maar ik laat hem gewoon even zien hoe het er nu uitziet. Want ik ga dat ook eerst even in de was doen en zo. Voordat ik het echt aan ga doen natuurlijk. Oh, het zijn er twee ook. Kijk, dat vind ik heel leuk. Zulke. Ik weet niet of dit... Ja, het is maat M. Ik weet niet of dat te groot gaat zijn. Dus we hebben dat wel zelf gekozen trouwens, de maat. Ja, en dan is het broekje ook gewoon goed. Terwijl met slapen moet het niet heel strak. Nou, ik vind het wel een leuke pyjama. Dus ik ga het dan gewoon even wassen en dan... Oh, het zijn er drie! Oh, dat was een setje van drie. Nou, ik ga dit niet ook helemaal uithalen. Dit zijn het gewoon dezelfde. Oh, jongens, besef dat ik dit allemaal gewoon gratis heb gekregen. Hè? Hoe dan? Volgende pakket. Dit was alles wat in dit pakket zat. Is deze, denk ik. Hier zit een doos in, volgens mij. Ik heb er ook gewoon geen schaap meer nodig. Ik vind het gewoon zo. Wow, oh, dit is die hele grote bestelling van mij. Dit is een toilettasje. Oh, wat leuk is dit. Kijk, dit is een heel leuk toilettasje. Dat is ook handig voor, want ik heb altijd van die toilettassen die, waar bijvoorbeeld geen borstel en zo in kan. En deze is wat hoger. Kijk, ik zal hem even dicht doen. Hij moet natuurlijk nog een beetje, ze zijn nu nog gevouwen, maar dat gaat wel vanzelf. Kijk, en dan heb je gewoon een heel erg leuk toilettasje. Oké, dan hebben we dit. Een sieradendoosje. Ik zag dat ook wel eens bij My Jewelry of zo. Of ook, ja, op Shein heb je dat ook wel gewoon. Maar ik dacht... Dat is heel handig, want dan kan je gewoon, kijk, het is ook heel goed helemaal zo verdelen. Dan kan je gewoon al je sieraden meenemen als je op vakantie gaat of ergens heen gaat. En ja, dit is ook gewoon handig met al die vakjes voor die ringetjes en zo. Ik had wel zo'n doosje, maar dat was gewoon helemaal open, zeg maar. En hier zit allemaal vakjes, dus dat is echt heel handig.
Dit moest ik gewoon bestellen. Oké, dit is een... Waar zit die ballen? Oh, hier. Dit is een nekmassageapparaat. Ja, ik heb dus echt altijd gewoon last van mijn nek. Dus ik dacht, ik koop dit. En ik zag altijd op zo'n reclame. Dan was dat echt van een of andere site heel duur. Dus toen zag ik dit hier en dacht ik, nou, hup, dan heb ik er twee toch nodig? Kijk, ik kan dit hier opdraaien, maar dan heb ik er net maar één van... Ding, dat heb ik niet goed gekeken. Oh, de tweede is ingevallen. Dit is een beetje... Oké, ik heb hem goed gekregen. Ik moet nog eventjes zo'n filmpje kijken. Want je ziet dat het van die reclamefilmpjes van hoe dat werkt. Maar ik ga het heel veel één keer proberen. Ik doe even mijn haar zo vast. En dan moet je dus in je nek. Ja, ik snap niet, want die bolletjes die horen zo te rollen. Dus niet of je dan zo moet gaan... Au. Oké, ik moet nog even uitvinden hoe dit werkt. Maar dit is serieus wel echt goed. Want ik zie dit heel vaak... Oh, het is echt heel buigbaar. Oké, dit is eventjes... Dit is voor mijn neefje allemaal. Dus Gian, als je dit ziet. Het zijn twee dingen trouwens. Ik zal het meteen pakken. Ja, nee, dat kan ik trouwens... Dat maken we nog even niet open. Dat is gewoon voor hem. Hij heeft een broek uitgezocht en nep AirPods. Ze lijken wel echt heel erg. Dus ik ben heel benieuwd. Maar dat mag hij een keertje gaan ophalen en kom uit. Dus als je dit ziet... Kom het ophalen. Oh, wat schattig. Dan heb ik deze beauty blenders besteld. En dit zit ook heel leuk alsof het van die eieren zijn of zo in zo'n bakje. Oké, kijk. Zo ziet het eruit. Ze voelen wel een beetje... Maar ik ga ze heel goed wassen en dan ga ik ze gebruiken. En dan heb je zo'n leuk... Dan heb ik nog zo'n klein mini beauty blendertje. Ik dacht dat is handig voor je concealer. En het is zo, zeg maar, ja, alsof het een kwast is. Dus dat is wel heel handig. Kijk. En dan kan je hier gewoon zo mee onder je oog doen. Nou, ik heb allemaal die kleine mini dingetjes. Maar dan hebben we een borsteltje. Gewoon heel handig om mee te nemen. Ik had dit vroeger ook altijd. Maar ik heb geen nieuwe waar die liggen. Dus ik dacht, ik doe even een nieuwe. Dat is gewoon echt handig om in je tas mee te nemen. Want ik heb wel zo'n klein mini borsteltje. Maar dit is echt nog kleiner. En je hebt meteen een spiegeltje. En dit is eigenlijk gewoon echt heel handig. Dus je net zo'n grote borstel mee te nemen. En ik heb altijd onderweg dat ik ergens ben of op school. Dat ik even mijn haar wil kammen. Ook een armbandje. Nou, het hangt er half uit. Maar stainless steel staat er. Dus dat is ook goed. Ja, dit is heel schattig. Oké, deze kennen jullie denk ik wel. Sommige sieradenkaars verkopen dit volgens mij ook. Kijk, en dan heb je dit hele leuke armbandje. Oké, het lukt even niet om hem helemaal dicht te krijgen nu. Maar in ieder geval, het is echt een heel leuk armbandje. Oh, er zit nog een hele doos. Wat is dit dan? Oh, ik weet al. Dit is zo leuk. Kijk, of nou, leuk. Het is heel handig en gewoon mooi. Dit is zo'n doos voor je snoeren in te leggen. Kijk, want ik heb zeg maar zo'n verlengsnoer gewoon in mijn kamer liggen bij mijn nachtkastje daaronder. En dat ligt er altijd heel rommelig en al die snoeren liggen overal. En hierin kan je dus die stekkerbox zeg maar leggen. Ik weet trouwens niet waarom de onderkant open is. Dan kan je je stekkerbox erin leggen. Hier, het snoer kan er ook gewoon uit in het stopcontact. En dan zie je dus alleen maar dit. En dan doe je hier gewoon een paar kabels uit. En ik heb er ook altijd maar twee, dus dat was makkelijk. Oh, besef hoeveel... Ik besef helemaal dat ik dit allemaal gewoon gratis heb. Oh, nog meer. Zie je... Oh, dit blijft maar doorgaan. Oh, kijk. Ik had dus een... Sterrenbeeld heb ik hier besteld. Want ik wilde heel graag gewoon een leuk sterrenbeeld zien, raadje. Alleen ik vind hem er wel een beetje goedkoper uitzien dan op de site, zeg maar. Het lijkt wel heel erg gek. Tuurlijk, het is niet helemaal goede kwaliteit die je dan kan verwachten. Maar het ziet er wel heel erg net uit. Maar maakt niet uit. Dit is een kettingje met kreeft sterrenbeeld. Alleen dit dingetje is best wel dik of zo. Dit wat er aan zit. Nou, hij staat niet heel goed scherp, maar... Dit is het gewoon zo'n klein tekentje. Dit is volgens mij gewoon een soort van indeler voor je kast of zo. Om opgerolde kleding of zo of ondergoed in te leggen. Kan ik altijd wel gebruiken in mijn kast. Ja, dat moet natuurlijk weer even uitgevouwd. Maar oh my god. Ik had dus tattoos besteld. Dat was ik helemaal vergeten. Oh, dat is wel heel leuk. Ja, het zijn natuurlijk gewoon van die plaktattoos. Maar ik dacht dat is leuk. Want dan kan ik gewoon kijken. Bijvoorbeeld stel je dus hem hier of zo. Het is allemaal van die tekstjes. Maar dat is wel leuk hoor. Focus on the good. Vind ik wel een mooie quote. Als ik dit eraf haal, dan is het gewoon dit. Maar je hoort het dan toch te zien. In ieder geval, dat ga ik nog wel een keer uittesten. Maar dan kan ik dat bijvoorbeeld hier zo of zo doen. Waar ja, de Anna zeg maar die angel energy heeft. Oh, dan heb ik het er al. Oh, wat heb ik gedaan? Oké. Okay. En dan heb ik nog één. En volgens mij nog eentje. Ja, ik had er drie. Want ik dacht, ja, zo'n tattoo, dat gaat toch heel snel. Waarschijnlijk weer eraf. Dus ik vind het wel leuk als ik het dan een paar keer opnieuw kan doen. En dit is You Are Enough. En dit is Believe in Yourself. Dan heb ik wimpertjes nog. Ja, ik ben wel benieuwd hoe goed dit is. Want ik heb nu bijvoorbeeld wimpers van Lash Paper op. Trouwens, als jullie nog willen bestellen, doe even met mijn kortingscode Meerte15XX. Deze video is niet daarvoor voor het samenwerken. Maar mijn kortingscode geldt gewoon nog steeds voor 15% korting. Dus als je ook zulke... Lash Babe wimpers wil, dus je nummer je mascara hoeft te doen. Pak even mijn kortingscode. Ik zal wel even neerzetten. Dus dan weet je dat ook meteen. Maar ik dacht, ja, wat nou als ik gewoon zulke wimpers bestel. En die ook gewoon knip. Misschien werkt dat ook wel. Dus ik was daar wel heel benieuwd naar. Ja, dit ziet er wel iets anders uit. Maar ja, misschien dat het wel gewoon werkt. Dus dat gaan we gewoon uittesten. Dan heb ik iets. Oh, waarom heb ik er twee? Oh, waarschijnlijk dacht ik dat het twee losse waren. En heb ik er twee gedaan. Nou, dit is dus echt zo'n ding waarvan je denkt, eigenlijk heb je het niet nodig. Maar het is zo'n klein dingetje. Maar het is eigenlijk zo handig. Want kijk, altijd als je je gezicht gaat wassen. Tenminste, ik heb dat altijd. Gewoon boven de wasbak, dan gaat al dat water loopt zo in je mouwen. Dus ik moet ook altijd mijn mouwen opstropen, boven die wasbak gaan hangen of alles gaat naast mijn gezicht. Je hebt ook zo'n ding voor je hoofd. Ik weet niet of die heb ik volgens mij niet besteld. Maar dit is dus om je polsen te doen.
zodat dat water daarin gaat en je handen niet nat, je mouwen niet nat worden. Dus dit doe je zo. Kijk, lijkt net van die zweetbandjes. En dan kan je dus zo je gezicht wassen en dan komt het gewoon, dit vangt het op. Dus dat is zo handig, daar denk ik totaal niet over na. Maar ze hebben allemaal van die dingen waar je denkt, als je op die Temu-site kijkt, je hebt gewoon allemaal dingen waarvan je denkt, dit had ik echt nodig, maar ik wist niet dat dit bestond. Gewoon van die hele kleine dingetjes die gewoon echt handig zijn. Kijk, tuurlijk, je hebt het niet echt nodig, maar het is gewoon net iets. Oh, hier is het nog meer. Oké, hier wacht. Als eerste stickers. Ik vond dat wel gewoon leuk, ook voor mijn pakketjes in te pakken. Het zijn gewoon allemaal van die leuke. Oh, het zijn trouwens echt hele leuke. Kijk, wacht. Ja, heel veel soorten stickers. Is allemaal echt heel leuk. Dat is altijd gewoon handig om te hebben. Gewoon weer even een voorraadje daarvan. Oh, dit zijn van die. Oh, dit zijn van die clips van je haar. Zeg maar net als deze. Maar dan nog kleinere. Dus dan kan je gewoon je haar zo opzij doen. Ik vind dat zo handig. Want ik vind zo'n staart bij mij. Dat ziet er dan weer niet uit. Ook als ik een Get Ready With Me of zo wil opnemen. Dan kan ik mijn haar gewoon zo opzij clippen. Dat vind ik altijd wat leuker uitzien. En dan als laatste nog meer stickers. Gewoon van die thank you stickers voor mijn bestellingen. Van mijn pakketjes. Oh, ik dacht er. Oh, waarom? We hebben natuurlijk nog een heel. We zijn nog niet klaar, jongens. Deze hele tafel en de hele grond ligt vol. Het is zo leuk om gewoon een sowieso pakketjes binnen te krijgen. Is leuk, maar ook nog het feit dat ik dit gewoon allemaal gratis heb uitgezocht. Dit is heel... Ik wist niet dat het zo groot... Ja, het is wel logisch, want het is natuurlijk een 2 liter zelfs. Nou, als ik dit op een dag opdrink, dat vind ik echt handig. Ik wilde zo graag zo'n beker. Ik vind het zo leuk. Maar dit is wel echt heel groot. Ik ga het natuurlijk echt heel goed afwassen. Maar kijk, het leuke is, je hebt hier dus tekstjes op staan. Dus dan staat er bijvoorbeeld 7 uur rise and shine. Oh, het zijn gewoon van die quotes. Ik dacht, daar staat van nog zoveel water. Ja, ongeveer wel natuurlijk. Je hebt wel van die lijntjes met tijden erbij. Dus dat is wel leuk. En dan staan er gewoon quotes bij. Maar ik vind die kleurtjes ook zo leuk. Met paars wat, wat zo overloopt helemaal. Okay, en dan moet je volgens mij hier zo op. Drukken. Hoe gaat dit dan open? Oh, oh, ik schrok. Je moet er wel op drukken. Ik ga te schuiven. Oké, okay, kijk zo. Oh, en dan gaat die. Ah, en heb je hier een rietje. Oh, waarom komt het er automatisch uit? Ik vind dat heel eng. Het beweegt. Oh, hier. Oh, kijk, nu is hij erin. En dan druk je of zo. Ja. Ja, ik ga er nu niet aan drinken, want het is natuurlijk een beetje... Ik moet nog helemaal... Ik ga dat heel goed eerst schoonmaken gewoon. Oké, we zijn nog lang niet klaar. We hebben nog een heel pakket. Oh, dit vind ik zo handig. Wacht. Oké, dit is een AirPods schoonmaker. Jullie hebben het waarschijnlijk wel eens vaker gezien. Ik zie dat ook heel vaak op. Waar zie ik het allemaal voorbij komen? Ja, ook op Shein, AliExpress en zo. Maar ik dacht, ja, ik ga dat niet in iedere keer helemaal kopen. Maar het is zo... ik heb toevallig vanochtend mijn AirPods nog schoongemaakt. Maar het is zo handig, want dan hoef je niet al die dingen iedere keer met wattenstaafjes te zoeken. Dan. Het is gewoon heel moeilijk om daar goed bij te kunnen. En hier heb je dus... Oh, dit is van die... Ik weet niet waarvoor dit is, voor de binnenkant gewoon. Oh, je kan alles er ook uit... Oeh, dit is een heel scherp. En dan dit. Kijk, dit is dus heel handig. Hier kan je dus gewoon zo je AirPods mee schoonmaken. En volgens mij heel handig. Echt heel simpel ding is weer, maar heel handig. Dat bedoel ik dus daarmee. Het zijn allemaal van die hele kleine dingen die eigenlijk gewoon heel handig zijn. Dan, pennen. Ja, ik dacht, waarom niet? Dat kon je ook, zeg maar, uitkiezen als gratis gift, zeg maar. Dus er stond niet heel veel tussen, maar er stond wel dit ook allemaal tussen. Maar ik weet niet of het hele goede pennen... Oh, dit gaat dan niet heel goed. Oh, dit is geen pen. Dit is een vulpot. Nu gaat dat dan niet meer terug. Ja, ik moet het wel even afbreken. Dit zijn vulpotloden blijkbaar. Maar daar schrijf ik toch helemaal niet mee? Nee, dit zijn allemaal vulpotloden. Oh my god, dit is dat tasje. Oh, ik was hier zo benieuwd naar of dat er echt... Want het zag er best wel als een duur tasje uit, zeg maar. En dan natuurlijk gewoon heel goedkoop. Of ja, gratis. Het was ook, zeg maar, sowieso als je iets koopt op die site, zijn het ook gewoon van die Shein prijs. Het is allemaal heel goedkoop, maar dit is ook nog eens gratis. Wat mooi. Ik vind het echt heel mooi. Oh, dit is echt mooi. Oh, en hier zit nog... Dit ruikt oprecht gewoon naar een schoenenwinkel. Gewoon naar een tassenwinkel. Weet je wel, niet zo'n typische Shein geur of iets wat naar uit China komt. Of echt zo'n apart. Het ruikt gewoon naar leer, maar echt gewoon lekker, vind ik. Hier ben ik echt blij mee. Oké, hou ik nou heel laag, maar dat kan je natuurlijk verstellen. En oh, dit is zo'n leuk tasje. Oké, okay, oh, een kettingje hebben we hier zo. Ja, die sieraden, daar moet ik ook echt niet zoveel van verwachten. Ik vind nu al het allemaal heel erg... Oké, okay, dit is een kettingje met de letter M erop. Heel leuk. Ja, best wel een soort van wat neppe goud, weet je wel. Dat het heel fel goud is. Als je bijvoorbeeld kijkt... Nou, niet dat... Trouwens, ik heb helemaal geen echt goud, maar dit is Majuri goud, zeg maar. Dat, kijk, zie je? Het armbandje met die M hier, dat is heel anders. Maar het is wel een leuk kettingje. Je kan hem ook natuurlijk nog langer maken, dus dat is wel fijn, want dit is wel heel kort. Nou, ik vind hem wel leuk. Volgens mij zit hier als enige nog dit in. En dit is gewoon een doos. Dit is leeg, want dit is het allerlaatste, jongens. En daarna gaan jullie zien hoe je dit allemaal moet doen. En hoe je dit allemaal gratis krijgt. Oh! Ik zag dit en ik vind dat zo leuk. Van die glaasjes met zo'n houten dekseltje en dan zo'n rietje.
zie dat altijd op TikTok in van die video's dat ze de hele keuken bijvoorbeeld opnieuw gaan doen. En dan gaan ze ook altijd ijskoffie maken en dan de hele keuken organiseren. Allemaal met van die mini ijsklontjes erin. En dan gaan ze... En het oh, is ook meteen... Ik dacht dat je krijgt er dan één of zo. Maar het lijkt gewoon alsof je dat zo bij de Ikea of zo koopt. Oh, en je hebt ook zelfs een rietjes schoonmaker. Oh my god, ik vind dat heel leuk. En dan hieruit drinken. Oh, wat is dit leuk. En dan hier zitten natuurlijk al die rietjes allemaal in, denk ik. Even kijken. Ja, en dan heb je hier gewoon dus hier... Ja, wij hebben toevallig zelf ook al... Deze glazen rietjes allemaal. Van Koro hebben wij die nog. Van dat pakket met al het eten. Wat ik ook wel eens zeg maar unbox in mijn video's. Ik denk dat deze ook wat dunner zijn. Dat deze echt alleen hierin passen. Ja. En dan hier ijskoffie in doen. Oh, dat wil je toch gewoon. Dit is zo leuk. Oké, nou, dat als het goed is. Is dat alles? Het is echt erg. Ja, ik zou proberen om misschien nog een unboxing of zo te maken. En misschien ook een keer op TikTok. Maar ik dacht, ik doe dit meteen even op YouTube. Want het was ook zoveel. Ik denk dat ik deze dingen het leukst vind. Oké, ik ga jullie nu laten zien. Met een schermopname en alles. Hoe het werkt en hoe je alles moet doen. Dit is trouwens echt voor duidelijk. Dit is geen samenwerking met hun. Want heel veel mensen dachten dat toen ik het op mijn Insta zette. Maar ik was oprecht gewoon zelf benieuwd of het werkte. En ze hebben mij wel gemaild voor een samenwerking. Dus ik ben heel benieuwd of dat nog zeg maar doorgaat. Maar als het goed is gaat dat gewoon door. Want ze hebben mij gevraagd om een samenwerking. Dus oké, ik heb al veel te veel gezegd. We gaan nu kijken. Ik ga jullie nu laten zien hoe je dit allemaal gratis kan krijgen. Nou, als eerste download je de app Temu. Nou, ik heb het al gedaan. Ik ga hem dus nu eventjes gewoon openen. En dit krijg je dan aan het begin. Dus ook omdat er een grote opening zeg maar is. Nou, jij moet dan waarschijnlijk, als je de app nog niet hebt, een account maken. Dus dat moet je ook even doen. Wat je doet, ik ga mijn code eventjes hier in beeld ergens zetten. Ik ga het dan even met een andere code proberen van iemand anders. Omdat ik natuurlijk niet mijn eigen code kan gebruiken. Maar dan klik je op de zoekbalk en dan plak je hier mijn code in. Ik ga dat nu ook even met een andere code als voorbeeld doen. Oké, dan plak je de code in en dan druk je gewoon op zoeken. En dan komt er meteen een scherm met allemaal acties. Het gaat soms echt heel vaak door. Dan wil je wegklikken en dan gaat het weer door. Dus je krijgt allemaal gekke acties en weer dingen om te openen. En dan win je weer wat. En nou, dan staat er hier dit. Nou, dan kies je gewoon een kaart. En volgens mij krijg je hier automatisch altijd het hoogste. Dit is nog allemaal gewoon door dingen te kiezen. En gewoon een beetje het begin, weet je wel. Dan win je allemaal dingetjes. Oké, en hier moet je het dus gaan delen. Wat de bedoeling is van deze app. Ik laat het nu heel veel zo staan. Ik weet niet wat hij nog allemaal gaat doen. Maar wat de bedoeling is van deze app is om zoveel mogelijk nieuwe gebruikers uit te nodigen. Want dat is letterlijk eigenlijk wat hun doel is. Dan geven ze zoveel gratis dingen weg. Omdat er door jou dan nieuwe gebruikers komen. Die dus ook weer wat kunnen gaan kopen. Of misschien natuurlijk ook gratis dingen krijgen. Maar zij willen gewoon nieuwe gebruikers hebben. Je hebt als het goed is ook een eigen code. En ik ga nu laten zien hoe jij die kan krijgen. Die kun je kopiëren. Die kun je naar anderen sturen. Zodat zij hem ook in hun zoekbalk kunnen intypen. Want dat is letterlijk wat mensen moeten doen, waardoor jij zeg maar steeds meer gratis spullen krijgt. Je gaat steeds weer wat geld van af totdat het bedrag op nul staat. En of je kunt op een link klikken. Dus je kan of iemands code invoeren of op iemands link klikken. Dus je hebt een link en een code van jezelf. En ik ga nu laten zien hoe je daar komt. Oké, je gaat naar You. Dat staat hier zo onder in het midden. En mij zie hier nog 65 cent openstaan. Dat was van een 40 euro die ik had gewonnen. Waar ik dus die grote bestelling ook van heb gedaan. En dan ga je naar Earn Credits and Free Gifts. Oh, er staat nu trouwens nog een nieuw bij die hierboven. Die heb ik ook nog niet gezien. Maar je hebt hier drie dingen. De eerste is free gift. Dat is, ik zal het even laten zien. Dan kun je iedere keer twee dingen uitzoeken. En dan moet je daarvoor dus mensen regelen die op jouw link klikken of die jouw code invullen. Totdat je bedrag op nul staat. Ligt er dus ook aan hoe duur die dingen zijn. Dus als je iets van 1 euro hebt, gaat je bedrag natuurlijk sneller naar nul dan als je iets van 10 euro hebt. En nu kan ik dus twee dingen uitkiezen. Nou, ik zal even, ze hebben ook blijkbaar een nap error. Ik zal eventjes wat dingen uitkiezen. Gewoon even als voorbeeld. Zelfs extensions. Nou, stel ik klik dit even aan. Oh, wat als ik gewoon echt extensions bestel? Oké, we gaan kijken. Dan klik je dit gewoon aan. Je kan dus bij sommige kleuren kiezen. Ik laat nu even snel zien. Nou, ik kies wel even deze haarclips gewoon. Oké, ik kies even snel iets. Dan staat hier nog je adres. Als je dat nog niet hebt ingevuld, moet je dat wel even invullen. Ik bevestig het dan gewoon hier even. Oké, dan krijg ik dit. En dan staat er dus als je de prijs naar nul moet krijgen om het gratis te krijgen. Nou, je kan bij het begin allemaal kaarten pakken. En allemaal van die acties en zo krijgen. En op een gegeven moment dan blijft er nog 1 euro over. Moet je op een gegeven moment nog maar iets van 3 of 4 euro eraf. En dat moet je dus gaan doen door de app te gaan delen. En er staat nou zelfs ook van kies iets extra's uit. Nou, dan kies je even iets extra's uit hier. En dan staat hier dus invite new app users. Dat is dus wat ze willen. Er staat hieronder kopieer code, kopieer link. En je kan dus hier je code kopiëren. En dan heb je ook nog dus die link die je kan kopiëren. En wat je hiermee doet is gewoon of de code of de link naar je vrienden sturen. Naar iedereen die je wil. Je kan het op je Insta zetten, op je TikTok, overal waar je wil. En iedereen, dus het vooral de mensen die nog geen account hebben, die op die link klikken. Daardoor gaat jouw bedrag steeds iets omlaag. Ik weet niet of dat een bepaald bedrag iedere keer is. Of dat er bijvoorbeeld 1 euro per persoon afgaat. Maar het maakt wel uit of iemand al een account heeft. Of dat iemand nog geen account heeft. En door jou dus die app downloadt. Dan krijg je meer geld ervan af, zeg maar. Je ziet hier dat ik nog maar
4,50 moet. Ik ga nu eventjes niks delen ofzo. Maar ik zal even laten zien met andere screenshots van eerder hoe het eruit ziet als iemand dan jouw link gebruikt. Dan zie je dus dit in beeld. En dan gaat er dus wat geld vanaf. En dat is letterlijk hoe je het gratis krijgt. En dan heb je dus meerdere dingen. Dit is dus met spullen die je uitkiest. Nou, dan kies je er dus echt 2 uit of 3. En je hebt ook, ik ga even nu terug. Kijk, je hebt hier meerdere dingen staan. Je hebt de Lucky Flip. Dat is, nou, het staat er al bij. Dus kun je 70 euro winnen. En Redeem Credit ofzo. Ik weet niet, ik heb één van deze 2 gedaan. En toen, zeg maar, zou je 100 euro kunnen winnen. Uiteindelijk had ik 40 gewonnen. En moest ik volgens mij nog door ofzo. Om echt voor die 100 dan te gaan. Maar ik had wel die 40 euro al gewonnen. En daar staat dan, zeg maar, bij je bedrag, bij je bestellingen, staat er van wat je bedrag hebt openstaan. En dan kun je dus gewoon een bestelling van totaal 40 euro bij elkaar zoeken en dat gewoon gratis krijgen. Al deze dingen die je kan doen, die hier allemaal op een rijtje staan, daar moet je dus gewoon allemaal hetzelfde voor doen. Dus mensen uitnodigen. En je krijgt bij het begin wel allemaal van die kaartjes die je moet aanklikken of een rad waar jij moet draaien, zodat je wel muntjes verdient. Maar op een gegeven moment dan hou je een klein bedrag over. En dat moet je echt zien op te maken doordat jij mensen uitnodigt. Dat is hoe het werkt. Ik heb het ook echt pas net ontdekt. Dus als ik iets fout zeg of zo, of het helemaal niet is hoe het werkt, of mensen het beter weten, moet je het eventjes in de reactie zetten. Maar in ieder geval, dit is hoe het werkt, hoe het bij mij wel is gelukt. Dus wat jullie kunnen doen, ik zou mijn link in de beschrijving zetten en mijn code ook even nog een keer in beeld. Dus als je nog geen account hebt, maak een account aan. Of als je hem al hebt, kun je het ook doen. Download de app en vul mijn code in je zoekbak in of klik op mijn link in de beschrijving. En dan kun je beginnen met al die acties en zo. En vanaf daar moet je je eigen code dus gaan delen. Stel je wilt trouwens je eigen code even terug en je weet niet meer hoe. Ga weer naar Joe, naar je eigen account. En dan ga je naar hier. Oké, dan klik je even op eentje. En dan druk je op continue hier zo. En dan invite new app users. En daar kan je dus je link delen. En dan zie je hieronder dus je code die je kan kopiëren. En kopie je link. Er staat hier trouwens bij. Oh, er staat wel het bedrag bij. 50 cent per nieuwe app user. En per gebruiker die al bestaat is het maar 10 cent. Dus wel veel weinig. En je kan er dus ook maar, staat er dat je maar 5 maximaal kan. Die op jouw link kunnen klikken die al een account hebben. Dus stel jouw vriendinnen hebben bijvoorbeeld al een account. Dan kunnen er maar 5 van jouw vriendinnen kunnen erop klikken die al een account hebben. En daarna, vanaf daarna krijg je er niks meer bij. Dus je kan er dan 50 cent in totaal bij krijgen. Maar als je nieuwe mensen regelt, dan krijg je sowieso 50 cent per gebruiker. Maar ik heb ook wel eens dat als ik er dan iemand het gebruik, dat er dan staat van, nou, die heeft jouw code gebruikt, je hebt 50 cent. En dan staat er ineens keer 2 verdubbeld en dat het ineens 1 euro wordt. Dat gebeurt soms ook. Maar in ieder geval, het werkt het beste bij dus nieuwe app gebruikers. Zo heb ik dus al die gratis pakketten gewoon allemaal gekregen. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Doe een duimpje omhoog, abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!